Hallo dames en heren, tof dat jullie kijken naar deze goed nieuwe video van de FIFA 21 Genk carrière-mode. We starten deze video met een wedstrijd tegen Kortrijk in de beker. Dit winnen we met 3-0. Volgens mij zitten we nu al bijna bij de finale. Ja, dit was dan de halve finale. En de finale moeten we dan waarschijnlijk spelen oftewel tegen Club Brugge. Of tegen onze aartsrivaal Sint-Truiden. Het zou wel leuk zijn als we tegen die finale tegen Sint-Truiden moeten spelen. Dan moeten we tegen onze aartsrivaal spelen in de finale. Oenu komt Anderlecht. Ik ga daarvoor wel mijn ander team gebruiken. Ik hoop dat ik het nog kan winnen tegen Anderlecht. Ah, we spelen gelijk. Dessers scoort voor ons en de eerste goal is gemaakt door Dessers. Club Brugge wint, dus de voorsprong is nu toch wel wat kleiner. Dus nu moeten we toch weer gaan oppassen dat we geen punten laten liggen. Ah, volgende wedstrijd is er tegen Oostende. Bondscoach Finland, ga ik geen bondscoach van Finland worden. Ik heb ook nog online een nieuwe carrière mode gestart met Oostende, dus ja, het zou wel leuk zijn als jullie die ook even kijken. In die serie start ik in de Engelse vierde klasse met Oostende en dan probeer ik de Premier League te halen. Ja, 5-0. Volgens mij is het de eerste keer dat we met 5-0 winnen. Mooi gespeeld. Ik ga even zien of het al bekend is tegen wie we de finale moeten spelen. En het is Tromgroffel, Club Brugge. En dat is ook een mooie finale. Dan nog net met 0-1 gewonnen tegen Sint-Truiden. Ik hoop dat we dit winnen. Tegen dit verhaal wil je altijd winnen. En dat doen we ook. Kums is speler van de maand, zo te zien. Maar dit is ook wel heel belangrijk. Dit is ook wel een heel erg belangrijke wedstrijd. Bij gelijkspel staan we nog steeds eerste. Maar bij verlies komt Club Brugge boven ons te staan. 3-3 vind ik nog wel een goed resultaat. Nu komt Gent uit. Dat is ook weer een moeilijke wedstrijd. Ah nee, we verliezen met 0-2. En Club Brugge wint, dus we staan niet meer eerste. Maar we kunnen wel de beker winnen. Legt snel simuleren. Ah, we winnen. Dat is mooi. Het zal ons eerste trofee binnen zijn of niet? Ja, we winnen met een goal van Dessers, 0-1. De eerste prijs is al binnen. Ja, we winnen. Dat is weer goed voor het kampioenschap. Ik had verwacht dat we weer gingen verliezen. De coach Zuid-Afrika ga ik afwijzen. Nieuw-Zeeland ook. Club Brugge wil waarschijnlijk wraak nemen omdat ze de bekerfinale hebben verloren. Aangelijk, 2-2. Ik denk als we deze wedstrijd winnen dat we kampioen zijn. En ik denk toch dat we gaan winnen. Ja, we winnen. Zijn we dan nu kampioen? Ah nee, Club Brugge moet nog... Ik bedoel, ja, Gent en Club Brugge moeten kunnen nog... Nee, we zijn sowieso kampioen, ze kunnen er niet meer inhalen. Ja, dan winnen we de competitie en de beker. Nog laatste wedstrijd van het seizoen. Spelen we gelijk. Maar ja, dit was het dan, het eerste seizoen. Ik ga even wat verder simuleren tot het einde van het seizoen. Ja, ik wil even topscorers en zo zien. Liat is topscorer geworden. Bij ons team is dat Dessers. Kan je nog allemaal zien hier. Dan de assisten, of in de Corkie Cup is Pongonda topschutter. Dan de meeste assisten komen vooral ook van Diatta. Diatta heeft wel een heel erg goed seizoen gespeeld als hij de meeste assisten heeft en ook nog de meeste goals. Dan misschien nog de beste keeper zien. Dat is Boalat van Gent.
En Vukovic van ons is tweede. Dus. Maar dit was het dan. Dit was het eerste seizoen. En ja, ik ben natuurlijk van plan om nog vele seizoenen te spelen bij deze carrière-mode. Ik wil je weer bedanken om te kijken naar deze video. En dan zie ik je weer terug bij het volgende seizoen van de KRC Genk carrière-mode.